bij weer een nieuwe video. Het is er tijd om heerlijk naar buiten te gaan. Nou ja, ik ben al buiten natuurlijk. Maar om even lekker uit te waaien in de natuur. En nu ben ik net over de Schieweg naar een mooi natuurgebied gefietst. Wat ik jullie nu ga laten zien. Maar eerst nog even iets anders voor we aan fotografie gaan beginnen. Dit is namelijk het gebouw waar ik zo net ben uitgekomen. En nee, het is niet de kast. Het is de kringloopwinkel waar ik elke week zo'n 3000 boeken door mijn handen haal. En het is hartstikke leuk werk. Maar nu schrijf ik zelf ook wat verhalen. Nu lijkt het mij super gaaf om die verhalen met jullie te gaan delen. En toen dacht ik, hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Want een boek uitbrengen gaat gewoon niet. Punt uit. Dus dacht ik, misschien is het leuk in de vorm van een luisterboek. Dat je de video op kan zetten en ondertussen kunt luisteren naar een leuk verhaal. Dus laat mij alsjeblieft weten wat je daarvan zou vinden. En dan ga ik nu aan de slag met fotografie. Als ik zo om me heen kijk, dan zie ik vooral heel veel basiskleuren. Het zijn met name grauwkleuren, dus ik wil daaromheen werken. En toen dacht ik dat het misschien wel leuk is om te beginnen met fotograferen met een groot diafragma. Waarbij je dus zeg maar de omgevingstinten kunt gebruiken om de achtergrond rustig te krijgen. We nemen als voorbeeld dit takje, pluim, friet. En zoals je ziet heeft het een grijs-bruinachtige kleur. Vrij somber, voor in de foto vind ik zelf. En in de achtergrond is er ook gewoon geen kleur te zien, wat ook logisch is met dit seizoen. Dus dacht ik maak een close-up foto van in elk geval deze. Ik weet niet of je het wel eens gevoeld hebt, maar het is echt lekker zacht aanvoelend. Echt zo'n, alsof je zo'n zachte kussen in je rug hebt. In elk geval ga ik daar een foto van maken met een f5.6. Ik neem voldoende afstand tot het onderwerp om ervoor te zorgen dat alles scherp is. En zo zijn er hieromheen nog meer onderwerpen die ik daarvoor kan gebruiken. Ik bewonder momenteel deze Bordeaux-rode sloot. Hier wil ik een aantal mooie creatieve foto's mee maken. Als de trein weg is, leg ik verder uit. Hierachter in de sloot vind je namelijk een soort van, ja wat is het, een soort oude paardenbloem of zo. Weet je wel, van die paardenbloemen die dan uit zijn gevallen. En dan als een soort pleisterbolletje overblijven. In elk geval past het mooi bij het Bordeaux-rode kleur van de sloot. En mijn hoop is eigenlijk dat ik de detailfoto kan maken waarbij heel die bloem zichtbaar is in combinatie met de structuur van de sloot, van het kroost denk ik eerlijk gezegd. Mijn diafragma zet ik op ongeveer een f8 en als ook die foto geslaagd is wil ik gaan kijken wat er voor de rest bij de sloot te zien is. Ik zie tot mijn verbazing dat het al over 4 is geweest. Dat betekent dat deze video al later online is gekomen, maar heb ik ook gemeld op mijn Instagram. Volg je mijn Instagram nog niet? Bekijk zeker eens als je tijd hebt mijn pagina. Daar kun je de foto's nog even rustig terugkijken. En ik ga nu heel snel naar huis, de video bewerken, vertalen. Want ik heb gemerkt dat ook mensen uit het buitenland naar deze video's kijken. Dus nog even vertalen voor die mensen en dan zet ik de video online. Ik zag net dat slootje en toen dacht ik ineens,
ik moet ook aardig wat liters plassen. Dus ik hou mezelf niet te lang op. En dan zeg ik, zoals altijd, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk tot de volgende keer.